Tweesoerie Sinterklaasjournaal met vandaag. Regelpiet doet raar, Wesley op de plaats waar de boot aankomt en opa Henk vertelt de Sinterklaasmop. Hey mensen, welkom weer bij een nieuwe Wesley Sinterklaasjournaal. En we gaan vandaag beginnen met Wesley, want die is vandaag naar de plaats gegaan waar de Sint aan gaat komen. Dus ja, ik zou zeggen, kijk en geniet van de reportage van Wesley van dit Sinterklaasjournaal van de plek waar de Sint aankomt. Wesley, take it away. Ja, jullie zien het goed. Nu ben ik al thuis, maar ik ga zo met de schuur onderweg naar twee locaties. De achtertuin van Kasteel van Sinterklaas en de plaats waar de Sint aankomt, waar de boot gaat aanleggen. Dus dat zijn de twee dingen die ik ga zien. Sterker nog, ik ga nu gelijk voor jullie op pad. Kijk mee en daarna gaan we jullie terug naar de studio. Bij Rui. En dan gaan we verder met het journaal van vandaag. Ik zou zeggen, kom mee jongens. Ja. Jongens, meisjes, we staan hier in de achtertuin van het kasteel. Wat en jullie zien, een groot soortje is. Trouwens, het zit dus wel fijn hoor, het is wel goed. Maar het is wel een groot soortje. En ik hoop dat het wel opgelost wordt in ieder geval. Want ja, het zal er niet prettig uitzien van als die hier aankomt. Dus ja, misschien dat wij het onderhand kunnen nemen, maar dat komt heus wel goed. Maar zo ziet dus het... de tuin eruit en gaan we nu verder. Ja, ik zie nu op de brug, de plek waar het Sint aankomt. Dat is daar, aan het water, is verderop. Daar komt hij aan. En ja, het is nu heel slecht weer, maar we hopen natuurlijk dat de intocht goed weer is. En we gaan nu nog verder terug naar de studio. En nou Rudy, ik wil zeggen, Rudy, we gaan weer terug naar jou. Nou, zoals jullie kunnen zien, is de stad er klaar voor. Alles is mooi, alles is geregeld, maar nu het anders, want... we gaan overschakelen naar de stoomboot, want Regelpiet is bezig om alles daar te checken op de boot, dus alles daar aanwezig is. Dus we gaan kijken even naar de Regelpiet. De cadeaus zijn er op de boot, de reservestaf en de reservemeid en de mantel in de kast voor de Sint. Westboy Piet achter het stuur. Ja, het lijkt niet meer te fout kunnen gaan. Alles loopt op schema voor de reis naar Nederland. En we zijn er ook bijna. Volgende week, volgend weekend zijn we er. Oh, ik kan niet wachten. Oh, de zak met cadeaus is gevallen. Even oprapen. Au. Waar ben ik? Oh, ik heb pijn aan mijn hoofd. Hè? Waar ben ik? Hallo? Hallo? Oh nee, wat nu? Regel is totaal de weg kwijt. We moeten helaas naar het volgende. Maar de volgende aflevering gaan we daar meer aandacht aan besteden. Hopen dat het goed komt. We moeten gaan door naar het laatste. En het is opa Henk. Want die heeft een keer een Sinterklaasraadsel / mop. Dus ja, opa, begint u maar met uw Sinterklaasraadsel / mop. Chocoladeletter. Hallo jongens. Ja, daar ben ik weer. En ik ga jullie weer een Sinterklaas mop. Raadsel voorlezen. Trouwens, dit is namaken. Dit is plastic. Dit is gewoon niks. Hier, kijk, zit niks in. Ik kan alles doen. Ik verbrand mijn hand toch niet. Maar in ieder geval kan ik je dus een raadsel, een mop vertellen dit keer. Geen verhaal, maar Sinterklaas mop. En weer op dit soort nieuwerwetse telefoons. Ik begrijp ze nog steeds niet, maar Wesley legt ze klaar. En ik doe en ik vertel het. Dus ja, zo makkelijk is het. Twee Zuid-Pieten lopen over het dak, waarbij één van hen over een dakpan uitglijdt. Wie is daar? Roept een kindje. De eerste Zwarte Piet reageert met een natuurgetrouw miauw. Het kindje gaat lekker slapen. Maar als de andere Zwarte Piet ook uitglijdt, wordt het kind weer wakker en roept opnieuw: wie is daar? Nog een kat. Roept de andere Zwarte Piet. Ja, dit was hem. Niet zo'n goeie. Ik doe er nog eentje. Dan kan je een beetje naar beneden toe. En dan zit er nog eentje over paard, denk ik, ja. Gaat de Zwarte Piet naar een in de stallen van Sinterklaas en vraagt aan de paardenpiet: kan ik een paardtaartje lenen? Zegt de paardenpiet: hoe lang wil je hem hebben? Zegt de Zwarte Piet: de langste die je hebt, want wij zijn met 5 Zwarte Pieten. Ja, oké, dat is wel op zich wel een leuke mop. Dat zijn dus de moppen en ja, ik wil jullie zeggen, ja, tot de volgende. Sinterklaasjournaal, wat ik daar ga doen, een mop, raadsel, verhaaltje, dat zien we dan wel weer. Ik ga weer genieten van mijn chocoladeletter, hè, jongens. Ik zou zeggen, doei hè.
Ja, en dit was weer het Wes en Rudy Sinterklaasjournaal. En laten we hopen dat de volgende aflevering weer beter gaat met Regelpiet. Hopen dat we er meer aandacht kunnen besteden. Dan zit hier op deze plek opa Henk die dan het Sinterklaasjournaal wil presenteren. Dus houd in de gaten. Volgende aflevering dus opa Henk. En hopen dat het dan stukken beter gaat met Regelpiet. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze Wes en Rudy Sinterklaasjournaal. En tot de volgende weer. Doei!